Mariska Huisman is één van de Nederlandse troeven voor het EK inlineskaten dat vanaf eind juli in Zwolle en Heerde wordt gehouden. De Noord-Hollandse merkt dat het toernooi al leeft binnen de Nederlandse ploeg. Nou, het komt steeds dichterbij. Je bent er wel mee bezig. Dus ja, wij zijn er hard voor aan het trainen. En praten jullie er ook veel over met elkaar of is het alleen trainen? Nou, of we het daar echt over hebben, nog niet heel erg. Wel van, ja, goh, ik heb wel zin in. Ja, leuk dat het in Nederland is. En er komen veel mensen kijken. En ik denk dat het echt een heel groot evenement wordt. Dus ja, je praat er wel een beetje over. Maar je bent er vooral ook zelf mee bezig. Dat je ja, probeert nu nog goed hard te trainen. Zodat je ja, echt in vorm bent met het EK. En eigenlijk staat het hele seizoen voor jullie in het teken van dit EK. Ja, klopt. Ja, het is toch mooi als je een Europees kampioenschap in Nederland hebt, in eigen land. En ja, wat ik zei, ik denk dat het echt een heel groot evenement wordt. Ik denk dat heel veel mensen komen kijken. En ja, dat is echt zeker heel gaaf, wordt super spectaculair. En voor ons is het natuurlijk wel extra leuk om hier goed te presteren. Is er voor jullie al duidelijkheid over welke onderdelen je kunt gaan rijden en of je überhaupt gaat rijden? Nee, voor ons is nog niet helemaal duidelijk wie welke afstanden gaat rijden. Maar ik denk bij ons, bij de dames, dat het wel vrij duidelijk is. Voor mezelf hoop ik dat ik gewoon op de lange afstanden mag starten. En dat is ook meer mijn ding. Dus. Lange afstanden, puntenkoers, afvalkoers? Ja, puntenkoers, afvalkoers. Ja, en dan vooral de piste, dat is wel echt iets wat, wat ik echt super gaaf vind. Dat is wel opmerkelijk, want in de winter ben je gewoon marathonschaatser. En dan is het toch vooral rechtdoor. Ja, nou ja, dan heb je natuurlijk ook wel op de baan. En als ik dan echt eerlijk moet kiezen wat ik leuk vind op de lange rechte stukken of gewoon de kunstijswedstrijden, dan vind ik de kunstijswedstrijden eigenlijk leuker. Dus je bent eigenlijk stiekem gewoon een baanrijdster? Ik ben eigenlijk stiekem gewoon een baanrijdster, ja. Maar dat mag je tegen niemand zeggen.